U heeft het over een integrale aanpak. Rekent u daar ook integrale toegankelijkheid bij? Ja, heel goed. Ja, absoluut. Ik weet niet of je wel eens in een mobiel als die van mevrouw door de stad bent gegaan, maar kom je dan maar eens een gebouw binnen te komen? Nee, daar ben ik me volkomen voor bewust en we hebben er inderdaad ook wel veel aandacht voor gehad. Niet zozeer vanwege de scootmobiels, maar vanwege de Kanta's heel recent een groot debat over geweest. Maar het is heel belangrijk, toen ik vrij recent met deze aanpak begon, werd me ook duidelijk dat bijvoorbeeld het verdwijnen van buslijnen in Noord door de aanleg van de Noord-Zuidlijn potentieel desastreuze gevolgen heeft voor heel veel mensen en dus eenzaamheid bevordert. Dus echt, dat is een ding waar we ontzettend op moeten gaan letten. Maar ook, ja. Nee, nou, dit gesprek was toevallig in Nieuw-West, dus je hebt volkomen gelijk. Het speelt in meer stadsdelen. Nou, ik zou het overigens nog voor het gemak ook noemen, maar waar dan ook. Want ik ben ook bij de Centuurbaan heb ik ook gezien dat daar nu weer acties worden gevoerd. Nou, het Zuid is dat, hè? Ja, nou ja, overal. Dus dat is bijvoorbeeld een thema. Albert Kuip toch achteraan, hoor. Ja. Dus ook wethouder Liedjes spreken we hierop aan. We kijken of we dit beter kunnen. Maar het antwoord is dus ja? Volmondig ja. Maar waarschijnlijk kan het nog beter. Dus laten we er nog eens over hebben. Graag. Ja? Ja. Heel goed. Ja, want u bent daar echt goed expert in natuurlijk. Je moet het echt ervaren om het echt te weten, toch? Dat is nou, niet alleen dat. Het gaat niet alleen om mijzelf, maar ik ben voorzitter van het platform Gehandicapten in Zuidoost. Dus sowieso als belangenbehartiger kijken wij heel kritisch naar de toegankelijkheid. Ja, duidelijk. Dank voor deze. Wil je nog iets daarover zeggen? Of zeg je, we gaan elkaar spreken. Ja. U heeft het over compact, maar ik vraag me af in hoeverre dat te combineren is met goede toegankelijkheid, bijvoorbeeld met scootmobiel en zo. Ja. Want dan heb je juist meer ruimte nodig. Ja. Ja, goed, u moet er denk ik niet op. Nou ja, dat is een heel belangrijk punt wat u daar aan zit. Alles kan dus. Nee. En het gaat er dus wel om dat je met die beperkte ruimte die er is, ook vanuit betaalbaarheid bijvoorbeeld, is er vaak natuurlijk niet al te veel, niet een enorme overmaat aan ruimte, toch heel slim ontwerp, zodat die toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen ook voor ouderen goed geregeld is. Dus daar heb je dan goede architecten voor nodig. Zijn er stikt. Ja, dankjewel, Jannie Vinken, dankjewel. Ja, applaus voor Jannie Vinken.